Een hele goede morgen en welkom bij een nieuwe Ups & Down. Ik heb de rest van de school, Liam is thuis. Ik ga nu heel eventjes een boterham voor mezelf maken en daarna ga ik mijn challenge doen. It's time! Och jongens toch. We gaan eens even kijken wat de adventkalender voor mij in petto heeft. Ik moet jullie even... Zo, ik denk dat jullie goed staan. Kijk, we zijn bij druk 3 geweest. 4. Oh, een lipliner. Dus deze kleur. Ik denk dat die bij die ene lippenstift past. Ja, die past bij de lippenstift. Maar deze ga ik vandaag niet gebruiken. Maar wat ik wel ga doen is mijn gezicht reinigen. Dus ik ga wel iets aan mezelf doen. Maar deze potlood ga ik echt wel gebruiken. Maar niet vandaag. Tenminste niet nu. Misschien straks. Ik heb straks nog een verjaardag. Misschien dat ik hem straks ga gebruiken. Maar ik ga even mijn gezicht reinigen. Want ook dat moet gebeuren. Want dat is ook jezelf verzorgen. En ik heb nou eenmaal veel eczeem. Oeps. Ik heb nou eenmaal veel eczeem. Dus ik moet dat gewoon even bijhouden. Even de wasmand pakken. Ik heb hier cleansing foam. Zo. Hopen dat alles een beetje aan de kant blijft. En ik moet zeggen... ik ben dit nu een paar weken al aan het gebruiken. Op zich werkt deze eigenlijk best goed voor mij. Dus dat is mooi. Ik ben het aan het opschuiven, kijk. Dus ik ben daar wel blij mee. Even mijn handen afdoen. Oeh, lekker zeeperig. Oh, je voelt allemaal bubbelen. Wow. Pashand. Haar aan de kant. Ik was ondertussen naar een podcastje aan het luisteren. Van mijn eczeem, dus ik wil ook niet te veel op mijn huid smeren en dat is niet erg. Maar je kan wel even voor jezelf zorgen door even je huid te reinigen. Ik heb hier Gentle Toner. Dat is om de juiste restjes allemaal van je kop af te krijgen. Oh, mijn gezicht zat alweer in brand. Dat is wel echt een dingetje. Maar het is bij elke toner die ik gebruik, mijn gezicht zat gewoon in vuur en vlam. Dan heb ik hier Rosy Glow Day Cream. Dat is allemaal van het merk Douglas.
En ik gebruik dit echt al even nu. En ik moet echt zeggen, dit is wel echt voor mij wat uiteindelijk het meest rustigste voor mijn gezicht momenteel is. En 's avonds gebruik ik meestal een vettere crème. Maar ik moet nu echt met dit weer mijn gezicht gewoon echt goed insmeren. Niet alleen mijn gezicht hoor. Ik heb ook de vlekken op mijn rug zitten. En op mijn hoofdhuid zit het ook. En het heeft niks met droge huid te maken. Dit is echt gewoon het feit dat het... ja, eczeem is. Ik heb dat altijd al gehad. En nou ook ben ik zelf ziek geweest. Kinderen zijn ziek. Je hebt een bepaalde stressfactor. En dat werkt. Mijn darmen zijn niet helemaal lekker. Dat werkt allemaal naar buiten toe. Dus dan krijg je weer meer eczeem. Dus ja. Dat. Dus ja. Ik heb mijn gezicht lekker verzorgd. Dan heb ik hier nog Rosy Glow Mist. Dat vind ik zelf wel prettig. En mijn gezicht is weer lekker verzorgd. Dus ja, en je ziet het ook, hè? Hier zo. Allemaal eczeem. Hier brandt het ook. Dadelijk wordt het helemaal rood. Hier zo. Hier zo. Het wordt eigenlijk helemaal rood, mijn gezicht. Maar of ik nou echt een vaselinecrème gebruik of wat dan ook, maakt helemaal niks uit. Mijn gezicht wordt zo rood als het maar zijn kan. Gewoon door het eczeem. Maar goed, ik heb iets aan mezelf gedaan. Dat is alleen maar goed. En straks, als ik naar verjaardag ga, dan denk ik dat ik wel iets van make-up op doen, maar nu niet. Zo, daar zitten we dan. We gaan op Jordi wachten, hè? Jordi. 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 Dat kun jij zeggen. Jordi. Jordi. Sam. Nee, niet Sam. We zijn op Jordi aan het wachten. Ja. Ja, Sam staat naast jou. Hi. Jordi. Tanja. Nee, niet Sam. Maar goed, ik ga hem heel eventjes een tabletje geven, zodat hij even bezig is. Want we moeten een kwartiertje wachten. En dan ja. Mam. Komt die cringe van ons weer naar huis. Het blijkt dat hij het goed heeft gedaan. Ik heb straks heel eventjes een berichtje gestuurd of het goed ging. Dus we gaan het zo goed horen. Zo, ik ben weer thuis. Ik was even naar een verjaardag nog geweest van een vriendin van mij, daar een zoontje van. Nu is Niels, die heeft de kinderen op bed gelegd. En Niels is nu naar de tandarts, want die had controle. Zou eigenlijk volgende week zijn, maar ze hadden weer gebeld van, kan het niet eerder. Wij niet, maar de tandarts. Kom je niet vaak tegen, maar het is wel gebeurd. En toen... ja, had Niels dat zonder erbij na te denken gedaan. Dus ja, hij is nu uit tandarts. Ik ga nu van alles opruimen en brood smeren en klaarzetten. Want morgen gaat, gaan ze alle drie Sinterklaas vieren op school. En Jordi is ook nog jarig, dus die moet nog tracteren. Tractaties heb ik al klaar, maar hè, moet wel even allemaal klaargezet worden. En Liam gaat op zijn eigen schooltje ook Sinterklaasje vieren. Die moet daar tussen 9:15 en 10:15 zijn. Dus dat is allemaal her en der door Den Bosch heen rijden. Maar dan wil ik wel gewoon alles klaar hebben. Zodat ik om 7:45 gewoon Jordi weg kan brengen. En daarna Sam en daarna Liam. Dus. En daarna moet ik boodschapjes doen. Een hele goede morgen. Ik heb alles en iedereen naar school. Ik moet om 10:50 ongeveer gaan om Liam op te halen. En dan moet ik daarna gelijk door om Sam op te halen. Het was een dingetje. Ik had pietenpakjes klaargelegd, et cetera.
Leon die doet dat dan heel makkelijk aan. En Sam niet. Sam was echt een drama. Dus op een gegeven moment heb ik Sam zijn pakje aangedaan. Jas er gelijk overheen gedaan. Gelijk in de auto gezet. En ja, als het goed is loopt hij nu in zijn pietenpakje rond op school. Jordi heb ik een I Love Pepernoten trui aangedaan. Want die gaat echt zo'n pakje. Dat is echt drama. Ook met verschonen en zo. Dus we hebben gezegd van, nou dan doen we dat. En toen ik Liam op school afzette, wilde hij zijn pietenpakje uit. Sorry. Maar goed, school ging ermee aan de slag. Dus dat. Daarna ben ik even naar de winkel geweest. En heb ik even wat gebak gehaald. Want onze Jordi is vandaag jarig. En hij heeft de tractaties mee naar school. Alles is geregeld. Dus ja. Het manneke is gewoon alweer 6. Wow. 6 jaar geleden kwam hij met een rotgang de wereld in. Toen zei hij, hoi, ik ben Jordi. En ik ben jullie Sinterklaas cadeautje. En daar moesten we het mee doen. Ja. Ja, nee, ja, dat is een heel verhaal. En als je terugkijkt op ons profiel, dan zul je daar vast wel iets van terugvinden. Veel meegemaakt in die 6 jaar. Veel ups en veel downs. Maar hey, hij is gewoon 6 jaar. 6 jaar alweer. Hij is degene die me 6 jaar geleden mama maakte. Ja. Ik wist toen nog niet dat ik zorgmama ging zijn. Maar wel dat hij mijn mama ging maken. En ik ben hartstikke trots op het mannetje. Dus dat. Niels is gewoon werken vandaag. Morgen is hij vrij, want morgen is Jordi ook vrij. Dus we hadden het erover gehad. Ik zeg ja. Ik zeg hij is de hele dag naar school. Dus ben maar gewoon de dag daarna vrij. Dan is hij thuis. Dus ja, dat is morgen. En vandaag is vandaag. Inmiddels is Etter 2 en Etter 3 opgehaald. Ze hebben het leuk gehad. Wat? Mama komt eraan. Je gaat niet zitten etteren, hè? Nee, nee. Ga spelen. Mama moet even de wasmachine doen. Dus, ja. Ze zijn weer helemaal thuis. Over een uurtje moeten we Jordi op gaan halen. Ik had zo problemen met die lamp aan krijgen. Dus ja, ik ga even de was gauw weer aanzetten. En dan moeten we ook nog heel even gauw kijken wat ik vandaag aan mezelf moet gaan doen. Zo, gaan we even snel kijken wat nummer 5 is. Waar staat nummer 5? Ik ben toch niet scheel, hè? Oh, dat is deze. Dat is een groter vakkie. Dit dan. Oh ja. Ja. Dit zijn kleine mini veldjes. Makkelijk voor in je tas, maar ik heb er vrij weinig aan. Dus ja. Ik moet wat aan mezelf gaan doen. Dus laat ik maar even iets make-up of zo. Ik ga jullie dadelijk het eindresultaat laten zien. Nou, tadaa! Ik heb mijn ogen even gedaan. Gewoon simpel. Niet te moeilijk. Dus ja, dat. Wat heb ik hier nou zitten? Het is geen snor, dat weet ik zeker. Misschien gestoot of zo. Maar goed, ik heb iets aan mezelf gedaan. We hebben die grote etter, jarige etter, opgehaald. Daar ligt Sammy te slapen en Liam zit daar zijn tablet te kijken.
En ik hoop eigenlijk dat Sam of Liam even in slaap valt, want dan kan ik je de boel opruimen. Dat is weer netjes. Dus ik ben er even op aan het wachten. Jarig, hoera, hoera, dat kun je wel zien, dan is Jordi. Lang zal die leven, lang zal die leven, lang zal die leven in de gloria, in de gloria, in de gloria. Piepie de piep. Piepie de piepie de piep. Hoera! Hoera! En normaal, weet niet, normaal, ja. Normaal doen we altijd kaarsjes, maar bij Jordi werkt dat niet. We gaan lekker taartje eten. Zo, ik heb make-up op gehad, maar ik ben er wel klaar mee weer. Ik heb weer pandakop, Niels. Maar de reden dat we bij Jordi geen kaarsjes op de taart doen, is omdat hij... doet. En Jordi, heb je het liefste mee om gewoon te doen? Ja, gewoon zo, gewoon normaal. Dat zingen vindt hij allemaal wel leuk en prachtig, maar daar heb je hem ook weer. We doen dat gewoon voor de vorm, voor die andere twee. En dan. En het liefste heeft hij speelgoed die hij al heeft? Ja. Zo is zijn peettante nog heel even op bezoek geweest en daar had ik ook geadviseerd van doe maar dit en dit van toe de auto's, want ja. Dat kent hij. Dus, en dat vindt hij dan leuk? Ja, dat vindt hij prima. Vindt hij leuk. En je zag hem ook gelijk glimlachen en zo. Maar een cadeautje uitpakken, nou, daar maak je me echt niet blij mee. Dat moet hij niet. Pas toen hij hoorde dat het dat was, toen had hij zoiets van, oh ja, dat vind ik wel leuk. Dus, maar we hebben even gezellig gezeten. Mm-hmm. En nou liggen de kindjes op bed. En ja, zoals ik al ooit eerder heb verteld, je straft Jordi puur en alleen om een feestje te vieren. Dus we hebben er geen feestje van gemaakt of wat dan ook. Toch? Mm-hmm. Dus ja, bij deze. Ik ga nog heel eventjes broodtommen van Liam maken. En de kleren klaarleggen voor Liam voor morgen van school. Mm-hmm. En dan ga jij morgenochtend, want Niels is morgen vrij. Dan ga jij morgenochtend Liam naar school brengen. Ja. En dan gaan we iets leuks doen met de kinderen. Met de twee overige kinderen. Maar dat gaan jullie nog zien. Dus voor de rest, in de volgende swipe is het alweer... Morgen. Woensdag. Een hele goede morgen. Ik heb alleen Jordi thuis. Niels die is vandaag vrij. Maar wij zouden eigenlijk met Sam en Jordi naar een krijtparadijs gaan. Maar ja, het is een studiedag. Jordi heeft buikpijn, dus we zijn een beetje bang dat hij dat niet gaat trekken. Dus ik zeg ook tegen Niels, ik wil wel dat Sam eigenlijk gewoon gaat. Want Sam vindt het hartstikke leuk. Dus Niels die is met Sam nu weg. Die is nu een ochtendje lekker spelen. En Jordi die is gewoon thuis. Ik ga hem daar wel aankleden en mezelf aankleden. Zodat we naar de winkel kunnen. Maar dat is niet even zoveel impact op Jordi. Dat is gewoon prima. Dat is gewoon wandelen en dat vindt hij gezellig. Dus dat is gewoon goed. Dus ja, we gaan even kijken hoe het allemaal loopt. Maar hij heeft hartstikke veel buikpijn. Hij heeft gisteren ook niet zoveel gepoept. Dus dat komt er vandaag allemaal uit. En ja, we gaan gewoon zien hoe dat allemaal loopt en gaat en doet. Zo, ik ben bezig ondertussen met kerst en alles. Niels is ook inmiddels weer thuis met Sammy. Sammy heeft heel erg leuk gehad. Daarvan gaan jullie nu een paar filmpjes zien.
Nou, hij heeft echt heel erg leuk gehad. En ik moet nog steeds een adventkalender openen. Welke dag zitten we? De zesde? Ja, de zesde. Wat is dies? Het is een vrij groot ding, dus ben benieuwd. We gaan eens even kijken. Oeh. Dat is wel interessant. Een oogschaduw ding. Oké. Ben er niet goed in. Ik vind ze wel leuk. Daar ga ik vandaag niet zoveel mee doen. Nee, wat ik straks ga doen, is even lekker een maskertje zetten. Gewoon even uitpuffen. Want dat. Zou je kunnen zeggen, je wijkt er vanaf. Maar komende zaterdag hebben we natuurlijk een verjaardag. Dus daar ga ik er iets mee doen. Ik heb kerst in huis gehaald. Kerstboom. En alles. Dat. Dus we hebben kerst in huis. Liam is inmiddels ook thuis. Jordi is met Niels naar de fysio. En ik ben hier ondertussen aan het rommelen en aan het doen. En van alles wat. Zodat ik eten maken. Ik maak kapsalon. Dus ja. Moet ook weer gebeuren, toch? Nou, onder het mom van iets aan jezelf doen. Ja, ik ga even mijn wenkbrauwen doen en alles. En voor mezelf een maskertje zetten. Dus ja, ik ga lekker even iets voor mezelf doen. Dit was het weer. Ik heb iets aan mezelf gedaan. Ik vind niet heel fijn masker. Dat niet. Want hij droog niet super goed op. Maar goed, ik heb het eraf gepoetst. Ik ga zo lekker mijn nest in. En morgen weer een nieuwe dag.
Het is hier alleen maar janken de hele nacht al. Ik weet absoluut niet wat er hier aan de hand is. Jordi die is al de hele tijd aan het janken vannacht geweest. Dit kind is de hele tijd aan het janken vannacht geweest. Liam die is, omdat de rest aan het janken is geweest, ook aan het janken geweest. Dus ik weet het even niet. Nou, en die momenten kun je als ouder zijn ook hebben. Hoi. Dus, nu lijkt het natuurlijk op de video niet zo. Maar dit is wel al de... Oh, echt. We hebben weinig geslapen. Ik heb ook de scholen gebeld en ook uitgelegd van... Ik weet even niet wat er hier aan de hand is. Dus ze hebben ook gezegd van, nou ja... Als ze van 's nachts niet hebben geslapen, dan heb je er toch niks aan. Dus ja, dan laat ze maar een dag. Ja, dan zien we morgen wel weer. Dus we gaan het zien wat er allemaal speelt en aan de hand is. Ondanks dat de kinderen thuis zijn, hebben we natuurlijk wel nog steeds een adventkalender te openen. Dus laten we dat eens even gaan doen. Even kijken. Het is nu dag 7. Een kwastje. Ik weet ook al wat voor kwastje dit is. Dit is een oogkwastje. Die is handig voor als ik de oogschaduw ga gebruiken. Dus dat is makkelijk. Makkelijk. Dus ja, daar kan ik nou niet zoveel van mee. Maar ik heb wel bijvoorbeeld deze hydrogel eyepatches. Dus die ga ik gewoon vanavond eens even gebruiken. Dus dan gaan we vanavond even kijken. Kijk, die adventkalender, dat is natuurlijk gewoon... Hè, ik moet elke dag iets aan mezelf doen. Of ik nou echt daadwerkelijk dit uit de adventkalender gebruik of niet. Het is niet altijd werkbaar. Maar ja, ik heb wel alternatieven. Dus ja, dat. Ik doe mijn best. Meer kan ik niet doen. En nou ben ik toch de hele tijd thuis met de kinderen. Dus ja, dan moet je iets gaan verzinnen. Dus ja, ik heb een tentje gemaakt voor Liam. En... daar is hij lekker druk mee. Ik zal het even laten zien. Kijk. En daar zit het. Vind je het lekker zo? Vind je het fijn? Ja? En af en toe komt Sam bij jou kijken. Sam komt zo nu en dan bij hem kijken, zo van, alles goed jongen? En dan zit hij er even een paar minuten en dan is hij er weer vandoor. Dus ja, hè. Ik ben wel druk met de kinderen, maar ik ben er wel achter inmiddels wat er met Jordi aan de hand is. Als Jordi een virus krijgt of wat dan ook, dan heeft hij altijd problemen met zijn darmen. Dat heeft hij altijd al gehad. En... het was net een militair peloton wat er net aan de hand was. Het was alleen maar... Dus ja, en Jordi heeft altijd aan zijn linkerkant eigenlijk alleen maar snot. Als het het seizoen is. Nou heeft hij het in 2 neusgaten. Dus dat duidt op een nieuw virus. Dus dat is er aan de hand. En dat is prima, dat mag, dat kan. Sam die reageert enorm veel op Jordi momenteel. Dus elke keer als Jordi gaat huilen, dan gaat Sam meedoen. Waarom weet ik niet. Liam heeft die periode ook gehad. Hij is gewoon denk ik heel begaan met zijn broer. Heb ik het idee. Voor de rest, ja, ze hebben weinig geslapen. Dus op school hadden ze sowieso niet veel gedaan. Ik heb wel weer contact gehad met school dat ik dacht dat het dat was. En dus ze weten er allemaal van. En ja, we gaan het zien. Ik ga daar lunch maken voor de jongens. En dan
zien we wel weer verder. Het is zoals het is. Het loopt zoals het loopt. En ik hoop dat Jordi morgen in ieder geval gewoon weer naar school kan. Dus we gaan het gewoon zien. Ik heb hem aan de silometazoline zitten. Dat is een snotvreter. Dus laten we hopen dat dat voor hem afdoende is. En hij heeft natuurlijk dampelachtig iets, vaporrupachtig iets. Dus ja, ik doe mijn best. En vannacht maar een ui langs zijn bed zetten. Lekker stinken. Je zou verwachten dat Jordi zou gaan slapen. Maar dat is niet het geval. Nee, Sam heeft het opgegeven. Liam is lekker aan het spelen. En Jordi is ook zijn eigen ding aan het doen. Heeft al verschillende keren de kamer rondgekropen en gedaan. Dus ja, ik denk wel dat hij morgen weer naar school gaat. Ik denk echt dat het puur en alleen een nieuw virus is. En ja, dat hij daar last van had. Ja, dat mag en dat kan. Hij heeft paracetamol gehad. Ik weet niet wat het gedaan heeft. Maar goed, hè. We gaan het allemaal zien. Dus ja, dat. Kinderen liggen op bed. Niels is even naar een vriend toe. Jordi heeft ontzettend veel buikpijn. Dus daar ben ik net ook nog geweest. Maar goed, hè. Het is zoals het is. En we kijken hoe het vannacht gaat. En ja. Meer als dit kunnen we niet doen. Ja. Ik had deze gekocht. Ik moet ook nog opruimen en zo hoor. Maar dat kan ik ondertussen ook doen als ik dit op mijn snuffert heb zitten. En ik heb ondertussen een podcastje aan staan. Dit zijn hydrogel eye patches. Nou is het zo dat ik ballen van hier tot Tokio heb. En dat wordt allemaal blauw en zo. En, ja. Ik had deze dus gekocht. Om dus gewoon eens te kijken wat het met mijn ogen doet. Om het gewoon eens uit te testen. En ja, aangezien ik met een kwastje, ik ga niet als de kinderen thuis zijn, hè. Allemaal make-up opdoen. Dat heeft gewoon geen nut. Het komt dus in een doosje. En het zijn 30 paar. Dus je kan 30 keer je ogen doen. En het zit in zo'n dingetje. Ja, en hier, wat hier eigenlijk gewoon op staat is, in het Nederlands, want het staat in 20.000 verschillende talen. 30 paar hydro oogpad voor het verkoelen en verzorgen van de huid en een stralende frisse uitstraling. Met hyaluronzuur. Voor dagelijkse verzorging en 24 uur hydratatie. Dermatologisch. Even kijken. Dermatologische test op alle huidtypen, instructies. Gebruik uitsluitend de spatel om voorzichtig 1 paar oogpads per keer uit de verpakking te halen. Leg beide oogpads 15 minuten op een schone droge huid onder de ogen. Oogpads na gebruik weggooien en het resterende serum op de huid inmasseren. Nou. We maken hem open. En er zit een spateltje bij. En er zit zo'n dopje op. Oh ja, tuurlijk. Oh ja. Ja. Eerst maar eens even ruiken. Je ruikt niks. Zo'n ding. En dan denk ik dat het er zo op moet. Oké. Ik vind dat toch altijd maf. Maar goed, hè. Wie doet het er maar mee? Dan heb je hier nog één.
Nou, het zit op mijn snuffert. Ik vind het allemaal raar hoor. Moet er dan iets zo... Het lijkt wel alsof het van mijn ogen afzakt. Laten we kijken wat het doet. Denk ik. Oké, even de ding schoonmaken. 15 minuten. Ik heb zo'n gevoel alsof ik zo'n ding op mijn kop heb, jongen. Ik ben altijd zo raar daarin. Maar laten we het gewoon gaan uittesten. Het ziet er wel charmant uit. Voor mij is dit ook helemaal nieuw, want dat heb ik ook nog nooit gedaan. Hoop. Maar een kwartiertje. Inmiddels zijn we een kwartiertje verder. Ik heb gewoon wat dingetjes gedaan. En je ziet dat ze zijn uitgezakt. Maar ja, hè? Ze zitten nu een kwartiertje op. Ik heb sowieso een lastige huid. Dus ben benieuwd wat eronder zit. Valt nog mee. Laten we het lekker... Hoppakee. Ja. Heeft het iets gedaan? Het lijkt alsof mijn wallen wel iets minder zijn, maar we gaan het gewoon testen en als ik een keer echt zeg maar wallen heb, ga ik ze gewoon een keer opplakken en dan neem ik jullie daarin mee. Kunnen jullie kijken of het echt werkt. Het lijkt wel iets minder, maar of het daadwerkelijk zo is. Misschien is als het dadelijk allemaal weer, hè, dan denk ik mijn ogen weer, pff, zo, ben nu weer een zak hooi. Maar goed, ik ga nog even verder hier. Ik ga wel alles klaarmaken, zodat het in ieder geval mogelijk is dat als we Jordi morgen naar school doen, dat Jordi in ieder geval naar school kan. Ligt eraan of je vannacht goed slaapt. Als je vannacht goed slaapt, dan is hij morgen gewoon weer op school. Gelukkig hebben ze daar genoeg zorg in huis om bepaalde zorg te kunnen bieden voor hem. En ik ga hier dus even opruimen en bij deze ook deze ups en downs afsluiten. Bedankt voor het kijken en tot de volgende.